bij culinair koken bij vrolijke Joke. Ik heb hier runder gehakt en zoekgroenten. Dat is 49 cent. Oh nee, ik heb deze voor 39. Dat was een dubbeltje goedkoper. En dan heb ik runder gehakt. Dat was 3 euro. Ja, 3 euro. Dat lag bij de Aldi in de schappen. Nou, is het inmiddels al een kilo geworden, want ik heb dit er natuurlijk bij gedaan. Wat ga ik nou doen? Ik ga de laatste, dus een hele ui gooi ik er nog bij. En die zoekgroente en kruiden naar keuze. Moet iedereen zelf doen. Er zit altijd nog een beetje mosterd bij. Nou, paneermeel of beschuit. En dan gewoon bloem. En dan heb ik die kaas. Ik ga een variant van het andere maken, maar dan heel even anders. Een heel klein balletje. Dan draai ik als een balletje. Dan doe ik een klein beetje jong belegen of pittig belegen, wat je wil. Maar ik neem altijd de goedkoopste, 1,09 euro kost die. Nou, en dan doe ik het gewoon dicht. En dan neem ik het weer in mijn hand en dan maak ik er een balletje van. Nou, hier heb je de volgende bal. Kijk, deze is al helemaal dicht. Zien jullie dat, de groentebal? Nou, ga ik gewoon met mijn vinger erin. Ja, ik doe het ook met één hand. En dan doe ik gewoon een beetje kaas in. Maar je moet wel zorgen dat je niet door de bodem heen kijkt, hè? Zie je? Dat je bodem moet je nog zien. En dan gooi je er gewoon. Ja, ik doe het allemaal met één hand, dus. Kijk, en dan knijp je het zo dicht en neem je het in je handen. Nou, zo ga ik dan even verder. Een ei geklopt met koffiemelk. Ik gebruik 1 ei, want dat is goedkoper natuurlijk. Hè, want het is toch 10 cent een ei. Met wat kruiden erbij. Dat gooi ik eerst in de bloem. Kijk, ik heb er al eentje gedaan. Zie je dat? Oh nee, niet in de bloem. Ja, toch in de bloem. Dat scheelt maar weer. En dan in het eimengsel. En dan in de gehaktmengsel. Nou, moet je naar kijken hoe lekker dat is. En ik ga zo dan nog maar even verder. Nou, dit is dan mijn tweede. Dus ik haal hem 1 keer door de bloem. En doe ik het 1 keer door het eimengsel. En dan rol ik hem zo. Nee. Ja, ik doe het allemaal met één hand, hè. En ik kook ook alleen. Nou, zien jullie dat? Nou, zo ga ik dan nog even verder. En nu met culinaire boter. Ja, culinaire boter in de pan. Tot het bruin wordt dan. En dan gooi ik er een beetje olie erbij. Nou, de gehaktballen zitten hier. Nou, en dan doe ik een beetje olie erbij, niet te veel, want dat moet ik natuurlijk gaan bakken. Ja, en die culinaire boter, ja, die haal je gewoon bij de Aldi. Ja, 89 cent dacht ik nog zelfs. Nou, dan gaan we weer even verder. Dan doen we de ballen erin, als het goed op hoog vuur staat. Alle ballen. Ik laat het eerst hoog en dan doe ik hem half. Want ik wil natuurlijk dat ze allemaal even bij de bruin zijn. En dit is gewoon een pondje gehakt. Dan moet je kijken hoeveel. Voor heel deze huis zien jullie. Voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ballen heb ik in de pan. Nou, voor 10 mensen zou ik zeggen. En voor 3 euro. 3,50 euro met die groenten mee dan. En een beetje kaas. Nou, zeg maar 4 euro totaal wat hier ligt in de pan. Hier zijn ze dan in de pan dan. Ja, en ja, helemaal zachte stomen. Ik heb er nog 6 of 7 elektrische over. Dus ja, dan zien jullie dat. Of nee, ik ga ze over. Dus kijk eens hoe lekker, jongen, met de kostje en zo. Nou, zachtjes laten pruttelen. Ik denk 10, 15 minuten zo'n beetje. Heb ik nodig, alles al klaar. Jullie nou toch eens kijken. Zo lekker. Nou, dat ga ik toch eventjes even opensnijden. Nou, hier zien jullie dat met kaas erin en die groenteschakeling.
Nou, ik zou zeggen, bon appetit. Ik doe het met een broodje en wat salade. Dat kennen jullie wel van mij. Nou, en wat is het nog lekker buiten, hè? De zon schijnt. Ik doe gewoon op een broodje en echt niet bij, want hier is al een hele groentepastei. En kijk die kaas eruit steken. Bon appetit, Marines, en zeker ook van mij.